Goedenavond, mijn naam is Jozef Aard. Vandaag gaan we breuken vereenvoudigen. Kijk hier, breuk 31x64 gedeeld door 48x27. Normaal ga je beginnen met zoeken 31x27, 3 enzovoort. Ik ga een andere methode voorstellen. We gaan 31 ontbinden factoren. Dus 31 hè, kun je delen door 3, heb je 27, heb je 3, heb je 9, 3, 3, 3. 64 kun je delen door 2, heb je 32, 2, 16, 2, 18, 2, 16, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 1. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Nu, dat is uw teller. Uw nummer 48, kun je delen door 2, heb je 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3. 27, ja, kun je delen door 3, 9, 3, 3, 3. Dit is uw teller, dit is uw nummer. Nu gaan we alles wegdelen, wacht op wel in tellernummer staat. Deze 3 is die 3, deze 3 is deze 3, deze 3 is die 3, die 3. Bestaand. Deze 2 is die 2, die 2 is die 2, die 2 is die 2, die 2 is die 2. Wat blijft er over, als je goed merkt? Ja, die 3 kan ook nog weg. Ja, ik ben een beetje te snel geweest. Ja, we houden er over hier. In een teller hou je over 2 maal 2. In een noemer is alles weg. 1, antwoord is dus 4. Ja, dus dit is een beetje meer begin, rekenwerk in het begin, maar ik ga later heel simpel te vereenvoudigen. Anders moet je gaan zoeken 3 en dan gaan 27 gaan berekenen enzovoort. Hier is gewoon ontbinden. Wordt hier 96, 108, 180, 45. We gaan dus opnieuw. Eerst uw teller van 96. 2, heb je 48. 2, 24. 2, 12. 2, 6. 2, 3, 3. 108. Ja, kun je delen door 2. Heb je 54, 2, 27, 3, 3, 3, 3, 3. Dat is uw teller. Nummer 180. Ja, kun je delen in 2. Heb je 90. Deel door 2, 45. Kun je delen in 3. Heb je 15. Nog eens 3, 5, 5. En gedaan. En dan 45. Ja, kun je delen door 3. Heb je 15. 3. 5 en 5. Ga opnieuw kijken. Ja, die 2 valt hier weg. Deze 2 valt hier weg. Die volgende 2 blijft staan. Dus je hebt hier al een 2 in een teller. Die 2 blijft ook staan. Ja, die 2 blijft ook staan. Ja, dus die 2, die 2, 2. Die 3 valt weg. Ja, die 2 blijft ook staan. Die 2 blijft ook staan. Die 3 ja, valt weg met deze 3. Deze 3 valt weg met die 3. Deze 3 blijft staan met die 3. Je gaat over in nummer 2 keer 5. Dus 5 maal 5. Ja, als je uitrekent, 2 maal 2 maal 2 maal 2. 2, 4, 8 is 32. Dus 32, 25. Hier kun je proberen te zoeken. Deel door 3 en dan daar door 2. Dat is gemakkelijker. Een beetje meer rekenen in het begin, maar gewoon ontbinden en dan gewoon wegdelen. Volgende voorbeeld, 80, 35, 96, 14, 80. En kun je deel door 2, heb je 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5. 35 is 5 en dan 7. Dat is uw teller. Dus dit was ook teller, dat was een nummer. Dan gaan we hier een nummer berekenen. 96, dat hebben we hier al gedaan. Is 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dus 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3. Klopt dat? Ja. En dan 14 is 2, 7, 7. Nu merk je al, die 2 valt hier weg. Deze 2 valt hier weg. Die 2 valt hier weg. Die 2 valt hier weg. Ja, je houdt in een noemer die 2 over. Die 3 blijft ook staan, valt ook niet weg. Die 2 blijft ook staan. Ja. Die 5 blijft in de teller staan. Ja. En die 7 valt weg. Ja. Dan krijg je 5 gedeeld door
die 5 2 keer 5, dus 5 gedeeld door 12. Ja, dus gemerkt, wat houd je over? Die 5 hier, die 5 hier, en die 2, 3 en 2. Dus 5 12. Dat is de vereenvoudiging van breuken. Je kunt toch gaan proberen 80 en 14, dat is 40 en 7. En dan wat gaan we nu doen, even nadenken. Dat is ook mogelijk, maar het is voor mij, volgens mij veel simpeler, gewoon ontbinding doen, wegstrepen, gewoon vermenigvuldigen. Je hebt het meestal deze vereenvoudigd. Dankjewel voor de aandacht en tot de volgende keer.